Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van vrijdag 20 januari van Weerplaza. Op de satellietfoto zijn niet veel wolken boven ons land te bekennen. Het weer wordt bepaald door een hoogdrukgebied. Alleen in het noorden van het land zijn wat laaghangende wolken, maar in het midden en zuiden schijnt de zon vanochtend volop. Het vriest wel licht, maar vanmiddag ligt de temperatuur een paar graden boven nul. En de wind is zwak en heeft een voorkeur voor een oostelijke richting. Vanavond blijft het nagenoeg droog, misschien in het noorden kans op een spatje lichte regen, maar veel is dat niet. En de temperatuur gaat snel dalen. Het gaat vanavond en vannacht licht tot matig vriezen. En morgen verandert er eigenlijk niet veel. De tweedeling blijft gehandhaafd met in het noorden veel wolken, in het midden en zuiden geregeld ruimte voor de zon en in de middag lichte dooi bij niet al te veel wind vanuit het oosten. Op zondag zien we de zon overal geregeld en dooit het in het hele land in de middag licht bij niet al te veel wind vanuit het oosten. En maandag en dinsdag houdt het koude en droge winter weer aan. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.